Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van een nieuw spel. Wow, oké. Wow. Holy shit. Ik weet niet wat voor spel ik moet verwachten van dit, maar ik zag het op internet met negatieve recensies. Dus ik was eigenlijk zelf heel nieuwsgierig hoe en wat. Dus we gaan het even checken naar deze pretpark game. Oké, hoe moeten we heten in het spel? Nou, ik zal gewoon DaVinci snel doen dan. Hoppakee. Ik ben wel heel benieuwd. Dit ziet er wel leuk uit op een of andere manier. Hè? Laten we freeplay doen in plaats van campagne. Even kijken hoor. Nou, die leveltjes heb ik allemaal geunlocked. Laten we gewoon de bovenste doen. Park level 1 ster. Start. En dit is de game. Een beetje schuin van bovenaf. En ik denk dat dit de ingang is. Kan ik inzoomen? Ja. Ik moet scrollen. Wow. Oh, dit is wel gaaf. Kijk. Oké, dat is cool. Je kan ook gewoon door het park lopen. En uitzoomen is dit het maximale. Verschillende thema's. Een beetje apart. Ik vind de muziek wel heel erg... Ja, een beetje futuristisch eigenlijk. Geopend. Oh, dit is gesloten en dit is geopend. Oké. Nou, dat zal het wel goed zijn. Oh, er komt al een bezoeker binnen. Mooi, dat is helemaal goed. We gaan eens kijken bij attracties. Ik denk dat ik hier links moest zijn. Dit is in ieder geval shops, denk ik. Juist. En het is leuk dat je... Kijk, je kan ook op de helft van die vakjes kan je iets neerzetten. Laat ik twee van die automaten naast elkaar zetten. Oeps, ik klikte even te snel. Oh, ja, dat ging automatisch. Twee keer, wat hebben we hier? Wat is dit nou weer? Een soort, ik denk een prullenbak, maar waarom dat nou onder shops valt? Wat hebben we hier? Dit is een soort van... Wacht, kan ik Ctrl-Z doen? Nee. Dit is lekker een drinkautomaat. Nou, doen we gewoon wat automaatjes. Even kijken wat ze allemaal hebben. En dit is een Dixie toilet. Oh my god, heus wil je dit in je park hebben. Dat is echt super lelijk. Oh, het zijn bosjes. Oké, dat ziet op zich wel leuk uit. Het is niet echt een heel slecht spel tot nu toe eigenlijk. Maar ik mag nog niet oordelen. We moeten nog steeds verder werken. Dit is gras. Oké, dan kan je het een beetje de grond een beetje kleuren. Oké. Dit is echt heel apart, die hekjes. Misschien hebben we een ander leuk hekje. Dit is wat groter. Als ik nou die kleine neem, deze. Kijk, is die, wat, die is ook niet zo mooi. En dit zijn paden. En deze, wat is deze? Die is ook zo. Is het niet hetzelfde? Oh, dit zijn hekken. Wauw, die muziek is echt zo van... Crocodile Ride. Nou, we hebben gewoon normale kleine attracties inderdaad. Krokodilletjes. Hartstikke leuk. Geen ingang nodig, geen uitgang. Het draaien is even vervelend, maar ik denk als ik hem ergens goed heb staan... Hoppakee. Jongens, meisjes, ik ga één ding doen. Wat mij irriteert nu. Oké, nu kunnen we rustig verder gaan bouwen. En ik zie hier wat attracties. Er zijn 21 attracties totaal, dus het zijn er niet... Waarom zijn die zo fucking groot? Waarom zijn attracties altijd zo groot? Dat is heel vaak, hè? Dat is bij Rollercoaster World was dat ook het geval. Is dat een soort... een hype of zo van jongens, we moeten echt die attractie super groot maken, want dat is realistisch. Ik vind het echt overdreven. Ik wil in ieder geval hem hier plaatsen en dan gaan we eens kijken of we een pad kunnen aanleggen, want dat heb ik ook nog niet onder de week ook nog niet. En dit is een soort van, wat is dit voor attractie? Ik wil het wel neerzetten, maar ik weet bij god niet wat het doet en wat het is. Maar eigenlijk uit nieuwsgierigheid zet ik het gewoon neer. Ik denk een soort speelplek of zo voor kinderen. Dit is een gardener. Nou, dat is leuk. Hè? Gardener hebben we nodig. We hebben een cleaner nodig. Dat zijn mensen voor schoonmaak. En we hebben technische mensen nodig. We hebben nog 1 ster. Een craftman. Oh, wat grappig. Je hebt ook een technici. Is 3 sterren. Een specialist is 4. En expert is 5. Ik weet ook niet waarom ze helemaal stilstaan. Ik heb het spel niet echt gepauzeerd, zeg maar. Hier heb je een pauzeknop en een playknop. Maar hoe kunnen de mensen in zo'n attractie? Misschien moet ik op klikken. De Kraken is dit. En ik kan er naar kijken. Leuk, je kan apart die wagentjes selecteren. Oké, dat is grappig. Dit is een spel, ik moet echt gaan uitzoeken hoe en wat. En dat is niet erg. Maar ik ben er geen super fan van. Hier hebben we een pad. Nou, laten we die eens daar naartoe trekken. Maar ik weet nog steeds niet, waar is de ingang in godsnaam van deze attractie? Ik denk hier aan de voorkant. Laat ik gewoon denken dat het hier is. Ik vind het wel leuk met die paden. Je kan er wel wat leuke dingen mee doen. Maar waarom doen die medewerkers geen moer? Ja, laat me mezelf zijn. Ik ben aan het staan. Jesus Christ. Kan ik ook niks meer doen tegenwoordig? Ja, kst. Wat willen jullie? Willen jullie betaald worden of zo? Wat? Decoratie. Oh, oké. Een soort vlag is dit? Een piratenvlag? Want het is natuurlijk adventure dingetjes. Dus het is alleen maar in de piratenstijl. Zo, dan doen we hier aan de zijkant twee van die vlaggetjes. Oké. Wat hebben we nog meer?
doodshoofdjes. Ah, we maken er echt iets heel creepies van. Ik vind het irritant. Waarom komen er geen mensen naar mijn park? En wat is er aan de hand? Heb ik iets verkeerd gedaan? Adventure. Open. Oh, ik snap hem. Ik had hem gesloten. Goed. Gewoon even rustig op mijn gemakje kijken. En nu komen inderdaad de mensen. Ik wil even inzoomen. Zijn die mensen... Wow. Oké, dit is grafisch mooier dan Rollercoaster World. Voor een spel uit 2013. Hè? 3 jaar eerder dan Rollercoaster World uitgekomen. Die mensen zien er echt wel oké uit eigenlijk. Hè? Ik vind ze er best wel cool uitzien. Zo, achterover. Ja, het is nog even geen restaurant, maar wat doen die mensen hier? Ja, Vincent was niet handig om misschien de opening naar deze kant te zetten. Dus, nou ja, dan doen ze het maar lekker op deze manier. Ze komen er wel bij in ieder geval. Het is niet zo van het grens niet aan het pad, dus ik kan er niet bij. Oh, de gardener ging wat doen net met zijn gieter. En er zijn al wat mensen op deze paardjes aan het zitten en op een krokodilletje. Oké, dat ziet op zich wel leuk uit. Leuk gedaan. Ja. En er is een attractie. Wow. Oh, het is een soort een observatietoren, denk ik. In ieder geval, er zitten mensen te wachten voor de ingang. Leuk. Apart. Ik wist echt niet wat het voor attractie was. Echt alleen maar op decor. En even kijken hoor. Dit is dan gewoon een reuzenrad. Nou, heel simpel. Kan ik erin zitten? Dat zou grappig zijn. Ik denk het namelijk zelf niet. Maar oké. Ik vind het leuk dat die kinderen hierop gaan zitten. Ik wil wat meer decoratie. Dus we gaan eens kijken naar plantjes. En we doen dan deze. En dan kan je nog keuze maken uit palmboompjes. Oh, natuurlijk. Palmbomen. Hoort natuurlijk bij de piraten. Maar volgens mij zijn die piraten weer een beetje populair aan het worden. In ieder geval, zo voelt het een beetje. Oké, wat boompjes hier en daar. Dat is wel leuk. En ik hoop echt dat die mensen, zeg maar, wel in deze attractie gaan. Want ik weet nog steeds niet waar de ingang is. Zien jullie een ingangspoort? Ik ga eens kijken, hè. Oké, hier staan hekjes. Oh, wacht even. Is dit gebouw niet de ingang? Hier zo. Ik denk dat dit een ingang is. Dan ga je hier, zeg maar... Ja, wat ga je dan doen? Dan sta je hier en dan? Kan je dan ergens instappen aan de zijkant of zo? Misschien gaan de luikjes open. Of misschien moet je hier langs lopen, maar dat is wel gevaarlijk. Oké, weet je wat ik doe? Verwijder ik hem gewoon. En dan doe ik het pad eventjes hier zo. Kijken of dit een soort van... Wacht, ik maak hem gewoon breed. Boeiend. Allemaal pad. Ik vind het wel leuk zo'n groot pad. Dat kan wel, toch? Zo, moet ik hem gewoon aanklikken? Of wat wil hij van me? Moet ik gewoon ergens anders neerzetten of zo? Ga lekker aan het werk. Hier, ga lekker daar staan of zo. Kst. Ik speel zeg maar in de free modus. En ik heb het gevoel, ik kan die andere dingen nog helemaal niet unlocken. Weet je wat wij gaan doen? De campagne. Ja, dit is heel raar luisteren, denk ik. Het spel is trouwens te koop op Steam. Maar, dus dan weet je het. Adventure Park. Het ziet er grafisch best wel in orde uit. Het ziet er niet lelijk uit. Echt niet. Het is zeker leuk. Oké, deze dingen moeten gefixt worden. Een specialist denk ik niet. Ik denk gewoon een assistent-medewerker. Oké. Er staat wel dat ding. Hij kijkt echt serieus in het kastje. Wat gaaf. Dit is leuk. Oké. Hij gaat een beetje met zijn hoofd door het kastje heen. Van hij denkt, ik geef een paar kopstoten. Dan doet hij het zo. Het park is nu geopend, dames en heren. Er kunnen mensen binnenkomen wat ze willen. Wat hebben we hier? Is dit een eigen gemaakte attractie? Want dat ziet er echt super leuk uit. De Jeep Tour. Wauw. Ook maar 1 wagen. Maar op zich, als je dit zelf kan maken, dan is dat best wel leuk. Jammer dat hij hier en daar door het zand gaat en zo. Maar ik vind het wel echt heel leuk gedaan eigenlijk. Wat zeuren ze allemaal in één keer? Ja, we willen thematisatie. Want anders ga ik wel naar Drievliet, want die heeft veel mooiere thematisering. Nou, goed, oké, prima. Dan ga je lekker naar Drievliet. Ik doe mijn best en ik ga gewoon... Wow, damn, wat een joekels. Ook al in zo'n vierkant ook. Dat vind ik sowieso verschrikkelijk. Maar misschien kan je... Wow, ook al in een vierkant. Nou, perfect. De hunebedden hebben we gemaakt. En kunnen we ook wat skeletjes erbij toevoegen? Ja, we kunnen sowieso niet opbouwen. Ik kan met shift niks omhoog tillen. Oh, we hebben natuurlijk iemand nodig... Oh, wacht even. Diegene die bewaakt dat gebied volgens mij. Oh, dat is wel heel stom gedaan. Maar goed, oké. Grappig. Wel grappig. Ik vind het leuk dat je overal kan bouwen waar je wil. Dat heeft wel iets. Oké, hier wat. Hieraan begint natuurlijk wat te vreten. En natuurlijk wat te snoepen en dat soort dingen. En misschien wat te drinken. Dat is altijd ideaal. Ik mis wel bankies. Misschien heb ik er overheen gekeken. Maar ik zie ze zo niet 1, 2, 3 hier staan. Oké, het grappige is dat een assistent...
technici, die kan die kleine attracties, zeg maar, repareren, die simpele. Maar zeg maar een technici specialist, die kan echt, zeg maar, grotere attracties repareren. Dus dat is best wel apart gedaan. Wel, ja, op zich wel klopt dat ook wel. Oh, wat grappig joh, kijk. Via een baan gaat hij dus helemaal erlangs. Leuk, best wel leuk. Hier moeten we wat omgeving bouwen. Er zijn hier en daar wat dingetjes geplaatst. Maar misschien hier en daar wat boompjes of zo. Wat is dit? Dit is een soort van gras. Oké, dat ziet er ook wel leuk uit. Ik moet wel letten op mijn geld, want ik zie dat ik nog maar bijna 7000 heb. Wat is dit? Oh, dit is een soort water. Oké. Okay. Grafisch ziet het er af en toe wel redelijk uit. Het is niet echt super mooi, maar redelijk. Zo kan je het noemen. Wat zitten die mensen te zeuren? Wat willen ze hebben? Ze willen hekjes. Of wat zijn ze aan het mopperen? Wat willen ze? I can't find any rides. I want to go on now. Hij kan geen attracties vinden waar hij nu op dit moment in wil. Ja, misschien omdat we ook niet echt een grote keuze hebben aan attracties. Ik zou deze wel weer kunnen neerzetten, maar waar weet ik ook niet. Want echt overal... Oh, wacht even. Kon ik hem... Ja, hier kon ik hem zetten. Oké. Okay. En gewoon op het pad heb ik hem neergezet. Superhandig, Vince. Echt superhandig. Maar wat we daaraan kunnen doen, is het volgende. Ik maak gewoon weer pad. En dan maak ik er omheen. Zie je dat? Zo, het ziet er leuk uit. En die mensen lopen ook netjes over de paden heen. Hartstikke... Dat vind ik echt wel leuk gedaan trouwens. Oké, okay, daar komen ze hoor. In de jeep. Oh cool, zit ook met de handen omhoog. Kijk nou. Woehoe, al die kinderen. Kijk hoe schattig. Alleen een beetje overdreven dat ze echt heel de rit lang met hun armen omhoog zitten. Maar ze hebben blijkbaar naar hun zin. Enthousiasme. Woehoe. Oh, en die plantjes moeten ook water en zo. Maar waarom die plantjes dan serieus... Helemaal achter die hekken. Dat is toch lastig om voor zo'n man om daar te komen. Oh, echt planten moeten echt gewoon verzorging nodig hebben. Dat is op zich wel heel realistisch. Dit was de aflevering voor deze keer. Ik weet niet of ik een volgende aflevering ga maken ooit. Dat moeten jullie maar zeggen. Ik vond het wel een apart spel. Het is niet het beste spel, maar het is een pretparkspel. En dat is belangrijk. Ik wil ze allemaal hebben gedaan. En het begint te regenen. Nu ben ik benieuwd. Gaat het plantje nu zeg maar door de regen? Gaat hij daardoor weer... Ja! Oh! Oh, dat is wel echt heel cool. Oké, mooie afsluiting. Mensen, realistisch is wel het punt bij dit spel. Alleen, ja, het is een beetje anders dan andere games. Ik vind dit nog steeds heel stom. Goed, en oh, parapluutjes. Kijk, leuk. Grappig. Oké, tot wie weet de volgende aflevering. Laat vooral een dikke duim achter. En dit was Adventure Park. Doei!